Maak u geen zorgen, dat betekent niet dat dit een reclamefilmpje is. Dus als ik zeg dat ik iets leuk vind, dan betekent dat ook effectief dat ik dat leuk vind. En als ik zeg dat ik iets niet leuk vind, dan betekent dat ook dat ik dat niet zo leuk vind. Alleszins, geen reclame. Wel in opdracht van. Veel plezier in de Oost-Vlaamse bossen. Mannetjes, ik ga het leukste doen ooit. Wacht, dat is niet waar. Waarschijnlijk komen er nog veel leukere dingen in mijn leven. Maar tot nu toe, ook niet het leukste dat ik ooit heb gedaan. Maar het leukste dat ik ooit in opdracht van iemand anders heb gedaan. Boom. Ik ga de komende 3 dagen wandelen in Oost-Vlaanderen in opdracht van Toerisme Oost-Vlaanderen. Let's go. Ze hebben een route uitgestippeld voor mij, een lus. Ze hebben alles geregeld, ze hebben mij alles doorgestuurd en ik ga gewoon gaan. Ik zie jullie in de bossen van Oost-Vlaanderen. Let's go. Ochtend 1. Het is hier zo goed. Ik denk dat ik van mijn leven nog niet in zo'n chic hotel heb geslapen. Laat staan. Op een wandelvakantie, zie mij. Wat heb ik nu aan? Ik moet hier in een bruidsjurk staan. Vandaag is 21,8 kilometer. Ik kan deze. Let's go. Let's go. Mannen, het is hier gewoon herten à volonté. En die waren super kort bij mij en ik was te laat om mijn hele camera boven te halen, maar ik heb ze wel op mijn gsm, dus zie hier de herten. Heerlijk, wauw. Ik zou nu stilletjes aan op de plek moeten komen waar ik mijn tent mag opzetten. Het heet bivakzone. Ofwel is dat gewoon een stuk gras. Ofwel is daar misschien een toilet. Of een kraantje met water. Dat zou heel tof zijn. Meer dan die 2 dingen verwacht ik ook niet. We gaan het allemaal zien, man. We gaan het allemaal meemaken. Yes! Oh my god, 1 op 2. Een kraantje en ik ben echt in de wolken. Ik zie een pomp, ik zie een pomp. Ik en de pomp, heel blij. Nee, nee. De walk of shame. Onvoorbereide Floor is hier. Toerisme Oost-Vlaanderen, dus de opdrachtgever van deze wandeling. Had mij laten weten van Floor, pakt iets mee om te eten voor die eerste avond, want daar is niks om te kopen. Of daar is geen winkeltje of geen restaurant of niks. Nul de botten, niks. Dus je moet iets meepakken om te eten. Nu dacht ik dus vandaag van, oké, onderweg, ik ga wel iets van winkel tegenkomen. Bon, je hoort mij al komen. Ik ben niks meer tegengekomen en ik ben heel blij dat ik net naar Noorwegen ben geweest en dat ik daar niet al mijn bars heb opgegeten. Want dat betekent dat ik nog 1, 2, 3, 4, 5 energy bars over heb. Het zijn er 5 verschillende. We hebben een feestmaal. We kunnen voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht doen. Goed nieuws. Toerisme Oost-Vlaanderen is epic, want morgenochtend brengen die mijn ontbijt. Dus morgenochtend ben ik goed. Ik ga naar het luxueuze toilet. Ik ga eten. Ik ga lezen. En ik ga slapen. Slaap wel. Ben ik weer hoor. Ik heb niet super top geslapen. 100 meter verderop of zo hebben 3 gasten ook gekampeerd. Ik denk niet dat die wisten dat ik hier lag. Betekent wel dat die gewoon op hun eigen luid waren. Bon, ik ga opstaan en gaan. Dit kan toch niet? Ik heb dus echt een ontbijt die hebben dat gebracht. Allee, ik wist ja dat ging gebeuren, maar
nu dat het effectief gebeurt, ik voel me echt in een 3, 4, 5, 100 sterren hotel. Check this. Mannetjes, lief, prachtig, prachtig, prachtig. Ik ga je, het is smakelijk. Punt 69. Ga zo kinderachtig. Trouwens, ook een bekentenis. Ik ben een Vlaming en ik wandel veel, maar ik heb eigenlijk nog nooit gewandeld met knooppunten. Dat is omdat ik eigenlijk altijd vond dat dat er super moeilijk uitzag. Dan dacht ik dan zo met die cijfers en dan moet je dat plannen en dan moet je dat voorbereiden en dat is ambetant. En ik moet zeggen, eigenlijk echt is dat kei makkelijk. Plus ook een mega pluspunt, dat deelt je dag zo wat op. Dat geeft u niet zo'n blok van oké, vandaag ga ik 20 kilometer wandelen. Het is zo stapje per stapje. Dus het is zo, oké, nu een kilometer tot het volgende punt. En zo geraakt je er en voelt dat helemaal niet aan als zo'n supergrote opdracht. Het is kei makkelijk. Wandelknooppunt-app. En je bent vertrokken. En voor de tweede keer passeren we knooppunt 9. Ik ga hier... Ik ga hier morgen ook eindigen. Dus, dat betekent 2... op 3. Gewoon even om te tonen, want ik film dat niet veel omdat dat niet zo mooi is om naar te kijken en blablabla. Dit soort wegen heb je ook veel. Dus eigenlijk gewoon straten met huizen. Kalme straten met huizen, maar wel straten met huizen. Ter info. Ik ben op hotel aangekomen en ik heb nu gegeten en ja, ik ben dat gewoon niet gewoon. Ik mag hier bestellen wat ik wil. Dus ik was zo voorgerecht, hoofdgerecht, misschien een dessertje. Ik heb mij zo hard over, ik kan niet meer, ik ga ontploffen. Maar top hè, het is hier top. Wat een topreis jong, het is hier keigoed weer. Ik word hier in dat watten gelegd. Ben ik ook niet gewoon. Oké, top, slaap wel. Het is echt letterlijk de derde keer dat ik dit perspectief film. Maar het is ook de derde keer dat ik bij knooppunt 9 ben. En de oplettende kijker, die weet dat het einde van de wandeling is. Het is 4:00 in de namiddag en ik ga op mijn gemak een fris drankje drinken. Joepie, let's go. Home sweet home, baby.
Misschien iets te veel. Hey. Heb ik zin voor jou? Geen idee wat hij zei.